Ja, Danny, er was weer redelijk wat publiek bij vandaag. Ik denk dat de meesten wel kwamen voor maar één man, hè? Nou, dat durf ik niet te zeggen, want we speelden een uitwedstrijd. Dus ik weet niet of die mensen voor Almere City kwamen of voor Arjen. Misschien een beetje allebei? Zullen er ongetwijfeld een paar heel nieuwsgierig zijn geweest naar zijn eerste minuten? Ja, natuurlijk weet iedereen dat hij heel hard heeft getraind deze weken, deze maanden. En hij zou misschien al eerder komen, maar helaas mocht het niet zo zijn. Maar dat hij vandaag mag spelen, dat is alleen maar mooi. 30 minuutjes. Ik heb nog in de kleedkamer gevraagd hoe het was. En hij zei dat het goed ging. En het voelt ook natuurlijk goed voor mij dat ik hem voor me heb staan. Ik kan heel goed met hem samenspelen en dat voelt goed. Ja, zeker. Nieuwe ploeg. Ik denk dat we nu wel de tijd hebben in de voorbereiding om aan elkaar te wennen. Tactisch, nieuwe dingen. Ja, topspeler, heb je het over Arjen Robben. Geweldig speler en natuurlijk ja, geweldig voor ons dat we hem erbij hebben. Geeft hij tips mee en kleine dingetjes aan die jongens ook? Ongetwijfeld. Ik ben er natuurlijk niet altijd bij in de kleedkamer. Hij praat op het veld met jongens. Hij zal ongetwijfeld ook in de kleedkamer of op andere plekken met jongens praten. Nou, dus dat is alleen maar goed, denk ik, voor die jongens. Dat je bij zo'n speler terecht kan als je vragen hebt of nieuwsgierig bent naar bepaalde dingen. Ja, je weet van linkerbeentje. Hij gaat vaak naar binnen. Dat is voor mij lekker als back dan zijn dat ik er overheen kan gaan. En ja, hoe vaker het gebeurt, hoe meer ruimte hij heeft. Of hij kan hem zelf nog met mij spelen. Maar ja, het voelt gewoon goed. En als hij zo door blijft gaan, wie weet, eerste competitie. Ik denk vooral wat hij heeft met de goals en afstandsschoten. Kan ik zeker van hem leren en dat komt goed. Ja, merk je dat nu al? Ja, ik... Qua tips en kleine dingetjes? Ja, ik ben wel bezig zeg maar, naar sommige bewegingen aan te kijken. Dus grote speler binnen de groep op het veld. Ik denk dat hij jonge jongens kan helpen. En natuurlijk mij ook. Ik kom ook in de posities terecht waar hij in terecht komt. Dus voor mij is dat alleen maar mooi. Ja, ik werk natuurlijk nu al een paar weken met hem samen. En uiteraard ben je benieuwd. Dat we hebben allemaal in de trainingen kunnen zien wat zijn niveau is. En dat je hoopt dat hij dat in de wedstrijden ook gaat laten zien. Dat gaat zeker ook gebeuren. Het belangrijkste is voor hem dat je hoopt dat hij fit blijft. Dat hij er goed doorheen komt. En dat hij zo langzaam zijn fitheid kan gaan uitbouwen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Want daar is hij nu eigenlijk al mee bezig. Hè? Vandaag zijn eerste minuten. Hoe gaat dat een beetje, dat traject bij Arjen? Nou, in de week, we maken een planning, maar ja, dat moet je dagelijks soms bijsturen. Dat is ook logisch. Iemand die een jaar niet gespeeld heeft, hoe gaat hij reageren op bepaalde belastingen in de trainingen? En daarnaast gaan we proberen heel gedoseerd de wedstrijdminuten op te bouwen. Nou, ik denk dat we vandaag weer een behoorlijke stap gezet hebben. De club en de fysio's moeten kijken wat het beste voor hem is. Hij is er natuurlijk ook een jaar, anderhalf jaar ongeveer uit geweest. Dus dat moet je ook niet onderschatten. Maar nee, hoe het nu gaat, ik denk dat hij het goed doet. Weer minuutjes gemaakt, dus prima. Zie je Robben veel op het fietsje zitten ook, of hardlopen, of wat is hij vooral aan het doen? Nou, hij is meer heel vaak in de gym, goed voorbereiden voor de training. Echt goed warm worden, hij weet wat hij nodig heeft. En vanaf daaruit ja, naar buiten, lekker fanatiek meetrainen. En ja, als je dat zo ziet, dan triggert je het er ook wel aan om zelf ook zo te doen. Dus hij heeft wel een grote stimulans in het team. Het begin van de Eredivisie, dat moet hij wel gaan halen natuurlijk tegen zijn oude club dan. Dat is wel de insteek, maar nogmaals, we gaan het van dag tot dag bekijken. Dus we gaan volgende week weer eens zien hoe het verder gaat. Ja, dan hoor je een beetje Arjen Robben moet FC Groningen dan gaan dragen. Maar ik denk niet dat jullie daar hetzelfde over denken, hè? Nou, ik begrijp het. Het is een grote speler. Maar ik denk niet dat hij het alleen kan doen. Ik denk dat hij ons nodig heeft en... Wij moeten het ook laten zien en wij moeten hem ook ondersteunen. Ja, natuurlijk zijn we een team en je weet dat hij een bepaalde rol in het team heeft. En je luistert graag naar hem. Als hij wat zegt, dan is er heel veel aandacht. En ja, ik denk dat hij ons ook kan gaan dragen. Ja, wat voor dingen zegt hij dan bijvoorbeeld? Ja, als we bijvoorbeeld een balletje eruit moeten halen of gewoon compact moeten blijven staan. Gewoon de kleine dingetjes. En hij weet dat hij ook wel, ja, als hij dat zegt, dat het ook wel gewoon goed is. Nee, zo simpel is het. Dat die jongen specifieke kwaliteit heeft, daar hebben we niet voor gestudeerd te hebben. Maar uiteindelijk is hij ook afhankelijk van jongens om zich heen. Zo simpel is het ook. Krijg je de bal op het juiste moment, op het juiste been, et cetera. Maar daar maak ik me geen zorgen. Hoe vond je dat vandaag gaan? 30 minuutjes? Voor hem persoonlijk? Ja, en in combinatie met dat team? Ja, op zich wel goed. Er zijn ook een paar momenten dat je ziet dat hij nog moet wennen. Is logisch of het team aan hem moet wennen. Maar ik denk dat je ook al een paar momenten hebt gezien dat hij gewoon geniale kwaliteit heeft.
En ik denk als de fitheid dadelijk groter gaat worden, dat die kwaliteit alleen maar meer gezien kunnen worden. Ja. Arjen is terug, daar zijn we heel blij mee. We hopen dat hij heel lang nog bij ons blijft.